Ja, daar ben ik weer. Even een nieuw kaartje erin gedaan. Dit motorblok wil ik dus klaarmaken om te poedercoaten. Dus dan maak ik hem eerst helemaal leeg. En zo schoon mogelijk. Ik spoel hem ook af met benzine. Dat is voor mij de goedkoopste schoonmaakmiddel. En het makkelijkste. En ik zei al, dit motorblok heeft weinig gelopen. Dat kan ik zien bijvoorbeeld aan de slijtagesporen in het blok. Dat is ook echt heel weinig. Dit is een fijne start van zo'n motorblok. Dus ik ga er hier heel zuinig mee overweg. Dat gaan we ook gewoon goed doen. Van mijn fouten leer je. Ik heb al te vaak motorblokken vast laten lopen met extremen. Express soms ook, om te kijken wat er gebeurt. Klinkt misschien gek, maar aldoende leert men. Oeps, die ligt er al af. Nou moet ik oppassen. Dat is ook een mooie lage schaal. Ook hier zie je beginnende slijtagesporen. Op zich zou deze nog gebruikt kunnen worden, maar ik denk dat ik er toch een nieuwe in zet. Dan weet ik het zeker. Dit is de kleur groen. Groen is gewoon nog leverbaar. Andere kleuren wat moeilijk. Gaan we de krukas even op de juiste stand zetten. Draait ook gewoon lekker. Voelt ook gewoon lekker aan. Dr. Pol, nadoen. Ja, ik krijg hem er net niet uitgedrukt. Kijk eraan. Voorzichtig. Kijk, hier kan ik de zuiverveer, zit bovenaan met de slot, dus dat werkt niet. Dan breek ik hem kapot. Draai ik de zuiverveer om. Niet helemaal uit laten steken. Hij moet wel kunnen grijpen in het groefje. En dan komt hij er wel uit. Dus ik maak gebruik van de zuiverveer. Deze zuiger komt er eigenlijk heel mooi uit. Eigenlijk is dit, zo kom jij een zuiger nooit tegen. Dit is eigenlijk ongehoord mooi. Meestal zit er al een bruine waas op. Dus dit motortje heeft erg weinig gelopen. De zuiverveer zit ook los. Voelt ook goed aan. Hier heb je de andere kant van de lagering. Ik zie wel aan een aanslijping. Maar daar zit nog de babbetijzer. Dat lichte grijze zit er gewoon nog op. Dus dat is... Oh, moet ik wel kijken. Dat zit verkeerd, hè. Ik zet het ook gelijk weer in elkaar. En ik bewaar dat schoon. Daar ben ik ook gewoon zuinig op. En met kleur groen bedoel ik, daar is de kleur groen aangegeven. En daar zit de kleur groen. Dit is uitermate een mooi blokje. Nou moet de krukas eruit. Nou, dat gaat niet altijd heel makkelijk. De hamer is je beste vriend in sommige gevallen, ook bij dit onderdeel. Zo. Ik heb de grondplaat waar die krukas in vast zit, heb ik al losgehaald. En om de krukas te beschermen heb ik deze moer er weer ingedraaid. Waarom? Ik sla hem met een hamer op. Hoppakee. En hier is de krukas. Oh jongens. Hoi. Wat verdorie, wat een mooie krukas. Dus dat meen ik serieus. Als je er heel veel in je handen hebt, kun je het gewoon zien. Kijk maar mee. Kijk maar mee. Het motorblok is gewoon een hele mooie staat. De cilinderwanden zijn eigenlijk fabriek af. Bijna geen stootrand, niks. Gaaf blokje hoor. Hier ook. Ook nog origineel. En hier zie ik ook bijna geen slijpsporen in. Dus dit is ook gewoon helemaal netjes. Kijk, daar achterin zie je een licht spoortje. En ook op dit aluminium stuitvlak nauwelijks slijtagesporen.
En dan ga ik naar de krukas toe. Ah, mooi hoor. Een BBBB krukas. Gewoon hartstikke mooi. Hartstikke netjes. Ik laat hem vet. Ik spoel hem ook niet af. Ik laat hem zo. Ik ga er ook niks aan doen. Ik lauw zelfs de grondplaat erop. En dan leg ik hem bij de andere onderdelen. En dan gaat er een handdoek overheen. En dan is het gewoon bewaren. Het enige wat ik niet kan rijmen is dit. Dat motorblok zou in mijn ogen het oude CX-model moeten hebben. En hier zit dus de dikke in. En die uitvoering is dus al vervangen. Dus er is al wat aan gedaan. Eigenlijk had ik hier een andere in verwacht. Dus ik snap niet hoe dat zit. Dit motortje en ook de kleppendeksels die erop zaten hoorden ook niet bij dit blok. Die cilinderkoppen wel. Ik snap niet hoe ik aan dit blok ben gekomen. En de achterdekselpakking is wel een zwarte, maar die zat voorin ook. Dus wat is hier gedaan met dit blok? Ik heb geen idee. Ik snap er geen moe van. Nou gaan we dit lager eruit slaan. En dat lager. En daar is een trucje voor. Nou, dat zal ik jullie laten zien. En dan, als dit motorblok leeg is, ga ik hem straks zo goed mogelijk spoelen met benzine in die bak daarachter. En dan alles weer vlak maken en dan ga ik hem weer opbouwen als een leeg huis. Zo licht mogelijk. Ga ik jullie ook laten zien. En dan weet je gelijk ook hoe bewerkelijk het is. Hammer, ja lekker. Mijn favoriete gereedschap, de hamer, denk je? Nou, echt niet. Gewoon een lager. Met gevoel ga achteruit tikken. Let op je olie doorvoerbusjes. Die gooi ik nou in de verzinkbak. Nou zit dat ene schakellager voor de schakelas. Even kijken, heb je de schakelbalf? Nee. Voor de tweede centrale versnellingsbakas, daar zit een oliedoorvoer heen. En je kunt die lager er niet uit krijgen. Tuurlijk kun je het lager eruit krijgen. Alleen het plaatje beschadigt iets. Maar dat kunnen we zo direct rechtzetten. Kijk maar mee. Deze zit vast. Dus ik moet hier iets harder slaan. En om te zorgen dat het lager wat schrikt, tik je af en toe. Op het huis. Dan laat je het geluid. Nou gaat hij vastzitten, dat wil ik niet. Hoppa, dat was hem. En wat laat ik jullie dan zien? Die rubberen o-ringen eruit. Schoonstrijken met een bijtel. Een scherpe houtbijtel, echt scherp. En deze is alweer bot. Want hoe scherper dat die is, hoe mooier het gaat. Nou moet ik straks wat meer schuren. Gaat hij zo direct in de benzinebak. Helemaal schoonmaken. Ik wil er geen olie meer in zien. Helemaal droog. En wat ik jullie wilde laten zien was dat versnellingsbaklager. Hoop. Daar zit dus dat plaatje achter met de punt. Met de puntenbak in de olie wordt echt de bak ingestuurd. En dan komt de dichte zijde. Dus de open zijde is zichtbaar voor spatolie uit de versnellingsbak zelf. Maar aan de binnenkant gaat hij er zo door. En het lager ligt dus zo in het blok. Dat je dus de opening ziet in de versnellingsbak. Je beschadigt dit plaatje altijd met eruit halen. Stomme toeval wil dat het nu echt minimaal is. Afdruk van de centerpunt, of ik bedoel van de drevel, zul je altijd zien. Maar je kunt hem altijd ietsjes plat slaan. En dan gaat hij wel weer op zijn plek zitten. Ook dit lager. Zorg ervoor dat hij even goed bewaard wordt. Leg ik even op de versnellingsbak. En dit plaatje gaat naar de verzinkerij. Want ik wil hem straks verzinkt
er weer in hebben. Kijk, ik zal hem even schoonmaken. Dit is gewoon staal. En dan zie je dat ik daar een afdruk heb van de drevel. Ja, die kun je gewoon even terugtikken een klein beetje. Deze is zo weinig dat ik dat niet eens doe. En die laat ik opnieuw verzinken. Kijk. En dan krijg ik zo'n plaatje terug wat verzinkt is. Dat vind ik gewoon grappig. En dan zie je ook altijd de afdruk. En daar kun je niks aan doen. Dat blijft zo. Maar deze kunnen we gewoon weer gebruiken. Nou, wat heb ik nog meer te vertellen over dit blok? Niets op dit moment. Dit moet ontvet worden. Zo schoon mogelijk. Pakkingen eraf. En dan gaan we het weer in elkaar bouwen als een leeg huis. Zo licht mogelijk. Zo schoon mogelijk. Dan gaat het naar de zandstraler. Die gaat dat zandstralen voor mij. En poedercoaten. Ik weet alleen nog niet welke kleur. Maar dat, daar gaan we straks aan werken. Zo, tot zover de updates weer. Ja, blijf je mijn kanaal volgen. Prima, ik vind het goed. Ik probeer er wat van te maken. En jullie te laten zien wat ik zo dagelijks doe. Nou ja, dagelijks. Ik sta ook in mijn boekenzaak, hè, dat weet je. Nou, bedankt. Tot de volgende keer. Doei, doei.